Het is vandaag zondag en superleuk dat je weer kijkt naar deze weekvlog. Als je wilt abonneren, dat is heel leuk. Maar dan hebben we ook nog een klein iets. Als je een belletje drukt, dan vind je belletje echt heel fijn. Nou, ik ben weer terug van vakantie en ik ben echt heel erg blij dat ik Bel weer zie. Volgens mij is hij ook wel blij. Ja. Zo gemist, hè? Ja. Nou, weet je, Jordanne, zijn we weer terug. Ik heb Vroon even in de molen gezet. Dus die is wel aan het zalen. Vroon is natuurlijk nog kreupel, maar daar komt een hele aparte video over. Nou ja, ze is nu niet meer kreupel, denk ik. Maar we hebben afgesproken om, tenminste, ik heb met mezelf afgesproken om heel december uit te stappen. Vandaag is het de 30ste, dus morgen is de laatste dag van 2018. Ja, ja. Maar goed, neemt niet weg dat we er nu in de molendeur durven te zetten. Maximaal één keer per dag. 1 januari is natuurlijk niet de beste dag om te gaan rijden, dus dat ga ik ook maar niet doen. Het wordt waarschijnlijk 2 januari of dat ik Kim er even op zit ofzo. Nou ja, goed. Een hele video over kreupel zijn, die komt wel als alles afgelopen is. En dan laten we het hele proces even zien hoe het gegaan is. Prachtig ben je. Hoe is het hier? Slecht. Wat? Ik probeer een startplek te maken, alleen ik blijf puntjes uitsteken. Mag ik je er wel op wijzen dat het 16:54 is en dat de manege om 8 uur dicht gaat. Dus het is nu bijna 5 uur. Dus je hebt nu maximaal nog 3 uur. Dat is echt heel veel. Ja, voor jou wel. Voor de rest van de wereld. Dat is. Succes, Bel. Paardjes in de stapmolen zetten en in het peil. En ja, gaan ze maar. Oké, dan ik maar. Het is maandag vandaag, oh ja. 31 december. En we hebben oliebollen gegeten. We hebben oliebollen gegeten. We hebben een livestream gedaan op Instagram. Dat was leuk, gezellig. Leuk dat jullie er waren. En omdat het maandag is en omdat de vuurwerk afgestoken wordt. En dat geldt natuurlijk voor dinsdag ook. Maandag zijn ze altijd al vrij. Maar maandag, of oudjaarsdag en nieuwjaarsdag zijn niet de beste dagen om te rijden en dat soort dingen. Niet dat onze paardjes echt iets doen, maar het is gewoon minder prettig met al die schrikmomentjes. Dus ze gaan nu even in de molen en los en dan vanmiddag nog een keer. Ja. En ze mogen ook nog even los. Bel, lekker los. En ja, los. Samen los. Samen los. Dus even lekker rollen. Lekker kriebelen. Even rennen. Ze doen vandaag aan synchroon rollen, zoals je ziet. Bella is te laat. Die heeft nog een hoop te leren. Oh, die wil eerst eventjes rennen. Oh, ze wil graag even met Tess knuffelen. Nee, ik heb ook niks. Zo. En ja, die rolt gewoon op de gemakje. En ook Bel. Even lekker. Ja, jij bent zo. Even lekker rollen. Ja. Ook eventjes met Tess kriebelen. Tess is natuurlijk de paardenkriebelaar. Of de paardenknuffelaar eigenlijk meer. Ze staan, ze eten samen los. En ze zijn best schattig. Net waren ze elkaar hier, daar aan het kriebelen. Maar toen gingen ze ophouden. Want het zijn natuurlijk merries.
Hein, ja, die wil eten. En Bella, die kijkt hierheen. Brave ponita's. Nou, we gaan een video opnemen. En we gaan springen. Ja. Kijk even naar mijn gezicht, jongens. Ik zeg, zeg springen. Even wat je gaat doen. En dan krijgen we... We gaan een video opnemen en springen. Ja, maar dat gaan we toch ook gewoon doen. Oké. Okay. Take two. Oh, two. Ja. Okay. Nou, we gaan meedoen met springspel. En we gaan een video opnemen en springen. Met springspel. Ja. Springen. Okay. En waar komt de video? Op mijn kanaal. Op Kim's kanaal. En waarom heeft Kim dan tassen bij zich? Okay. Omdat ze echt dit een heel notitie... Ja. En dit? Het is een beetje zielig. Een hele tas, dames en heren. En wat vinden we daar dan in? Lintjes. Lintjes? Lintjes. Wat ga je daarmee doen? Een papiertje. Oeh. Wat ga je? Wat en een dingetje waarmee ik mijn camera op mijn statief kan zetten die al hier staat. Dames en heren, kijk naar Kim's paardenwereld. Waar hun lintjes voor nodig hebben. Het is wel heel spannend. Ik ben ook benieuwd. Kim, wat gaan we doen met de lintjes? Je bent nooit van ga je zo heel zien. Je bent helemaal nooit van de lintjes. Kim en Tess die zijn bezig met video opnemen, zoals ze net al vertelden. Ik ben even lekker met Verona aan het wandelen. Het is inmiddels januari, dus we hebben heel december uitgestapt. En het lijkt goed te gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is als we er weer op gaan. Nou ja, Kim heeft er al wel even op gezeten. Dat kan je zien in Kim's paardenwereld. Dus ze is gestapt op Verona. En nu moeten we nog even draven. En kijken hoe dat gaat. En ja, ik ben benieuwd. Beetje spannend ook wel. Ik ga nu teruglopen naar de manege. En dan gaan we eens kijken wat de meisjes allemaal aan het doen zijn. En Verona ook haar uitje weer gehad. Zoals je ziet, dit is best spannend. Maar dat komt omdat er natuurlijk nog wel wat knallen zijn. En je ruikt het vuurwerk. Dus dat vindt ze niet zo'n fantastisch goed idee. Ja, jij. Toen ik Verona's benen net aan het afspuiten was, toen zag ik een beetje gekke dingen in de stal. Met Henja. En Bella, dus laten we even gaan kijken. De rest zie je natuurlijk op Kim's kanaal, maar ga toch even spieken. We zijn al opgemerkt helaas. Maar ik zie dat Bel een staartvlecht heeft, dat is niks nieuws. Maar, ik weet niet of jullie Kim van dichtbij al gezien hebben. Zouden ze aan het doen zijn? Je kan beter bij Tessa even kijken. Ja, die was ook erg leuk. Dus het is best spannend, jongens. Kijk, daar is Henja. Henja ziet er nog redelijk normaal uit. Hallo, Henja. Maar... Oeh, dit is spannend. Ja, jongens. Dus jullie willen zien waarom en hoe? Op Kim's kanaal kijken. Oh, kijk. Ze hebben ook wat op de wangen. Oeh, spannend. Tessa nummer 2 en Anna nummer 3. En dat gaat dan weer ook 3 keer achter elkaar. Want die moet op 10 keer, die gaat op 40 over. Ja? Snappen jullie het? En je wordt omgeroepen, dus je hoort het zelf. Paarden lopen ook gewoon 2 keer, maar die gaan gewoon, die lopen 1 keer over. Maar dat maakt niet uit. Ja? Oké, succes. Zo, alle kindertjes. We gaan 2 keer starten. De beste telt. De kindertjes die gaan springen. Kim gaat met wel 40 en Tess gaat met Henja 50. En ik denk dat ze er wel klaar voor zijn.
vandaag woensdag. Ja, Verona zegt ja. En vandaag is de dag dat we even gaan draven met Verona. Ja, met jou. Hallo, met jou. We gaan het doen. Ja, en daar is Bel en daar gaat Tess op natuurlijk. Oké, het is zover. Ze zit erop. Dan gaan we even naar de benen kijken. Van dichtbij ook nog. Zo. Ik moet even doorstappen met die zuchtende. Ik zie nu in ieder geval geen verschil tussen links voor en rechts voor. Witte voetjes, het kreupele voetje. Of het kreupele, ik hoop het kreupele voetje geweest. Daar gaan we nu op hopen. Maar Kim gaat eerst eventjes rustig losstappen. Omdat we natuurlijk niet in één keer weer van alles willen doen. En zeker als je al ergens last van gehad hebt, moet je eerst even een beetje warm zijn. Dan gaat alles makkelijker. Dus ze loopt nu lange rechte lijnen, soort van. Ish. En ja, de stap ziet er in ieder geval goed uit. Dus daar zijn we alvast blij mee. Dan gaan we straks naar het draven. Nou, daar komt het moment. We gaan nu op de linkerhand eerst. Dus dat is de makkelijke kant. Laten we kijken. Oeh, zo. Oké. Vind je het eng? Nee, maar ik ben niet van de gewend. Nee, dat snap ik. Moet ik erop? Nee hoor. Maar ze lopen goed. Nu naar die sponden. Ik had er maar een hele grote volte. Heel even galopperen. Want ik zie niks aan haar benen. Maar ik heb wel het idee dat haar buik niet lekker zit. Ja. Maar zo groot mogelijk. Die gaat er nou nu vuur weer achter. Ja. En nu dan de moeilijke kant. Oeh, en toen lag Kim er bijna af. Ja, goed zo. Oh, het is vandaag, als het goed is, woensdag. En ik was binnen aan het rijden en het werd eigenlijk. Dus ben ik naar buiten gegaan. Kim en moeder die hebben als het goed is roepen met Verona. Die stapt nu weer vrolijk rond en heeft zelfs gebokt, hoorde ik. En nu ben ik met Bel buiten aan het rijden. Het is eigenlijk nog best lekker weer voor januari. Ga maar. Nou ja, we hebben geen licht, dus... Alleen als ik er heel dichtbij ga lopen met mijn lampie, kijk lampie, dan zien we wat. Dus helaas kunnen we vandaag niet filmen dat Tess aan het rijden is. Als ik moet ernaast gaan rennen, dan zien jullie wat. Nee hoor, gaan we niet doen. Zo, de dames zijn aan het rijden. Kim die heeft besloten, die doet niet aan no stirrup november, maar die doet aan no stirrup januari. Dus die rijdt gewoon zonder beugels, maar eigenlijk is het gewoon te lui om ze erop te zetten. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En Tess die gaat nog even binnenrijden. Inmiddels is het wat leger in de bak. Dus dan lukt het hier ook wel. En daar komt Tess uitje. Dit was, dames en heren, een weigering voor een balk. Letterlijk. Dan krijgen we de volgende poging. Oh, dat ging beter. Daar is Kim. Een of andere mislukte poging om te lichtrijden, geloof ik. Los galopperen, dat is het nieuwe los... Draven of het los stappen is het los galopperen. Ja. Daar is Bel over de balk. Snijd van de hele stap van het lichtrijden over. Ja, snap hem. Vandaag
is donderdag en Tess die gaat zo even buiten rijden, want het is toch wel droog en mooi weer. En gisteren hebben jullie kunnen zien dat Kim op Veronaatje ging om te kijken of ze weer hersteld was van haar kreupelheid. Daar leek het wel heel erg op. Een aparte video komt er helemaal over de kreupelheid, omdat dat misschien beter te zien is als je gewoon een hele tijdlijn hebt van hoe zoiets ontwikkelt en hoe dat eruit ziet. En nu, gisteren heeft ze dan gereden en vanmorgen was ze best wel zenuwachtig, want hoe komt ze dan de box uit? En dat ging gelukkig goed en nu heb ik haar ook in de stapmolen gezet. Ik zeg wel hoop in, ik heb haar ook in de stapmolen gezet en daar lijkt ze het ook gewoon goed te doen. Dus een hele video hierover krijgen jullie binnenkort wel, want ik hoop dat het nu over is en zodra het echt over is en ze weer echt hersteld is, geen terugval gehad heeft, dan komt er een video online over de hele kreupelheid. Dus we gaan nu naar Belletje toe, want die wordt gezadeld. Ik ga even een klein buitenritje maken, want je moet ook leren om in de winter ook een buitenrit te kunnen maken. Ook al is het heel erg koud. Daarom heb ik nu ook een watervast met verbinding met vliet aan. En die blijf ik ook lekker wat. Kom je op vrijdagochtend bij de manege en wat zie je dan? Henja zegt nee. Kim is proberen Henja een kunstje te leren en Henja denkt dat ga ik niet doen. Ik heb net geleerd schudden. Ik was nu niet van plan ook nog te gaan leren knikken. Maar de aanhouder wint. Schudden lukt wel. Die kan ze wel. Maar nu moet ze nog knikken. Misschien moet je ook iets minder bewegingen maken, want anders kan ze nooit gaan stijgeren. Stijgeren? Ja, straks moet ze nog leren stijgeren. Okay. Ja, dat moet niet, maar dat is wel grappig. Dat is leuk. En je zegt, nee, ga ik niet doen. Geen meter snoepje maar, zonder dat ik er wat verdien. We gaan even in de andere ponystal kijken. Want dan lopen wij naar ons Belletje. Hallo Bel, goedemorgen. En dan kijken we in de stal. En daar is, ik doe even de box open. Oh, sorry. Daar is onze Tessa. Hoi. Wat ben je aan het doen? Ik ben Bel aan het poetsen. Ik heb een paar poetspullen aan de box hangen. Als ik dan even wil poetsen, dan kan ik poetsen. Bel, ik kan het niet laten zien als jij je hoofd ervoor houdt. Tess heeft een aanhangbak. Een achterborstel. En Bel denkt dat is voor mijn voer, dat is niet voor borstels. Bel, die wordt gemasseerd vandaag. De chiropracticeur komt. Precies dat. Ze heet Nalle, dat weet ik. Ja, dan kan je niet rijden vandaag. Dan heb je ze lekker vrij. Oké, het leek me handig om zo'n ding aan de box te hebben. Alleen die blijkt dus de smalle dingetjes te hebben hierboven. Dus die ga ik groter maken. Zo zie je maar, op stal doe je allerlei dingen. Het hangt. Een dierenarts komt zo, een chiropracticeur, ze is allebei. En dan wordt Belletje gewoon behandeld. Ik ga Batman even in de stapmolen zetten en tot zo opruimen.